We spreken voor noodstroom voor de arena. Ik bespreek alleen vraag 6 en 7. Dat vond ik het meest belangwekkende hiervan. De rest mag natuurlijk wel, maar dat moet je eventjes op eigen gelegenheid doen. Hoe pak je zo'n vraag aan? Nou, eerst kijk je natuurlijk van, goh, jongens, wat zijn de gegevens ervan? Even een arceerpen kun je altijd gebruiken bij het lezen. En het eerste gegeven is dus dan dat er 9 miljoen kilowattuur per jaar aan de elektrische energie verbruikt wordt. Nou, daarvoor hebben ze zonnepanelen, zoveel vierkante meter. En het rendement van één zonnepaneel is 18%. En de zon die schijnt 1,2 keer 10 tot de macht 3 uur per jaar op de zonnepanelen. En de zon zelf heeft een vermogen van 7,5 keer 10 tot de macht 3 watt per vierkante meter. Tot zover de gegevens. Ja, gevraagd is deze. Let op, arceren prima, maar je moet het natuurlijk ook opschrijven. Dus alles opschrijven, dan kom je op zoiets uit. Let op dat ik hier, ja, die miljoen die hier die daar staat. Oh, ik zal eventjes, wat er hoort, zo, eventjes die weg. Zo, dan ga ik wel eventjes schrijven. Zo. Ja, kijk hier, die miljoen. Ja, die heb ik eventjes herschreven naar 10 tot de macht 6. Ja, als je niet weet wat miljoen 10 tot de macht 6 is, binas tabel 2. Nou, wat wordt er gevraagd? Natuurlijk, je staat berekenen hoeveel procent wordt verbruikt. Maar wat er eigenlijk wordt gevraagd, is dat je moet berekenen wat is de energie die geleverd wordt door de zon. Ja, want als ik dit weet, ja, dan kan ik natuurlijk het percentage berekenen. Hè? Want dat is dan gelijk aan de energie geleverd door de zon. Zo, ja. Gedeeld door de totale energie of de benodigde energie. Ja, dus hè, dat onderste die weet ik al. Zo, hè, dat is die 9 keer 10 tot de macht 6. Ja, en dat is wel mooi, kijk. Kilowattuur. Ja, kilowattuur. En als ik dus de energie bereken, ja, dan is normaal natuurlijk altijd in joules, maar je moet natuurlijk wel gelijke eenheden gebruiken. Dus, ja, ik bereken energie standaard met P keer T, ken je eenheden. Ja, P vermogen, T tijd. En als ik nu P in kilowatt neerschrijf en T in uur, dan krijg ik dus de energie ook meteen in kilowattuur. En dat doe ik dus. Oftewel het vermogen, nou, van een zon, dat staat hier op 7,5 keer 10 tot de macht 6. Maar ik schrijf hier op 7,5 keer 10 tot de macht 3. Zo, 3. Ja, en dit is dus in kilowatt. Nou, ja, en dan doe ik het keren tijd. Ja, keren tijd. En de tijd is 1,2 keer 10 tot de macht 3 uur. Zo, 1,2 keer 10 tot de macht 3 uur. Kijk, en dit is dus dan in uur. Ja, en dan zie je dus dat het samen, hoppakee, in kilowattuur is. Dan krijg je dus precies de juiste eenheid. Dit is natuurlijk nog niet helemaal correct. Want ja, het vermogen hier is in per vierkante meter. Maar ja, ik heb niet één vierkante meter. Ik heb zoveel vierkante meter. Ja? Dus keer het aantal vierkante meters. 7,2 keer 10 tot de macht 3. 10 tot de macht 3. En het rendement van zo'n zonnepaneel, die moet ik natuurlijk ook hebben. Het rendement is 18%. Dus slechts 18%, ja, wat echt daadwerkelijk geleverd. Dus keer 18%, oftewel keer 0,18. Ja, en als ik dit uitreken, dan kom ik op 1,2
62 keer 10 tot de macht. Even kijken hoor. 3, 4, 5, 6. Nou, en dus, het wordt wel in kilowattuur. Zo. Nou, let op, ik doe hier eventjes 3 cijfers significant. Waarom? Het eindantwoord wordt in 2 cijfers significant gevraagd. In het tussenantwoord doe ik altijd 1 extra. ja, en hier staat 9, niet 9,0, maar dat is voor de berekening natuurlijk lotum autuizer. Maar goed, ESON wordt dus 1,62 zo. Keer 10 tot de macht 6. En dan kom ik op 0,18 uit. Oftewel 18%. Zo. En dat is 5 punten. Ja. Eventjes naar de correctiemodel. Kijk, je kreeg 1 punt voor dat je dus vermogen is het oppervlak keer de intensiteit van de zon, dus vermogen van de zon. Ook altijd belangrijk in zo'n opgave waar een rendement staat, dat je die ook ergens gebruikt. Hè, dat is ook van belang. E, P, T. Ja, inzicht dat je dus die twee op elkaar moet delen. Hè, en dat moet natuurlijk wel in procenten. Dus vandaar dat ik op het eind het nog wel in procent heb gedaan. En completeren inclusief de significantie. En dan kom je op 5 punten. Goed, we gaan verder met de opgave. Ja, dat is bij vraag 7. Ja, ook hier weer eventjes doorlezen en de gegevens opschrijven. Dus noodaggregaat en het wordt op diesel gedaan. En normaal zou ik zeggen van jongens, diesel. Ja, dan ga ik de verwarmingswarmte opzoeken in binas. Maar dat was hier een gegeven. Ja, het is 36 keer 10 tot de macht 9 joules per kuub. En in arena wordt 1,3 keer 10 tot de macht 3 kilowattuur aan elektrische energie voor de verlichting gebruikt. En gevraagd hoeveel liter diesel minimaal nodig is. En een reden waarom het daadwerkelijk dieselverbruik hoger is. Nou, ook hier natuurlijk alles even netjes opschrijven. He, en let op, het gaat natuurlijk niet echt om de exact notatie, maar stookwaarde. Ja, RV. Ja, ik heb weer mijn, eventjes weer mijn pen erbij. Zo. Zo. Ja, de symbool voor stookwaarde RV. He, V voor volume, want het is per kubieke meter. En de energie nodig voor licht is 1,3 keer 10 tot de macht 3 kilowattuur. En ook hier weer, let op, hè, kilowattuur en daar joules. Dus die moet je een beetje rekening mee houden. En gevraagd V diesel. Nou, welke formule heb je daarvoor nodig? Nou, als formule is het dat de chemische energie, en dat is dus de energie die bijvoorbeeld in diesel zit, dat is stookwaarde keer in dit geval volume. Zo, ja. Was het de vaste stof geweest, een kilogram, was natuurlijk RM keer massa geweest. Maar dat betekent dus dat het volume van diesel kun je berekenen. Want dat is dan E chemisch de, gedeeld door de stookwaarde. En dat betekent dus dat dat gelijk is aan, ik schrijf het even wat netjes erop hoor. Zo. Ja, doe het hier eventjes weg. Zo. En dan zo. Hier eventjes. Ja, dus. Ja, volume is de energie gedeeld door de stookwaarde. Nou, dat kun je op twee manieren doen. Je kunt of de energie in kilowattuur doen en de stookwaarde in kilowattuur per kubieke meter. Maar ik doe het eventjes andersom. Ik ga dus dit hier omrekenen naar joules. En 1 kilowattuur is 3,6 keer 10 tot de macht. Ja, dus zoveel kilowattuur heb ik. En dat moet ik dan keer 1,6. Sorry, niet 1,6, maar
3,6 keer 10 tot de macht 6 doen, want 1 kilowattuur is zoveel joules. En dat eventjes snel uitrekenen, 1,3 keer 3,6, dan kom ik op 4,68 keer 10 tot de macht 9 joules uit. Ja, dus 4,68 keer 10 tot de macht 9 gedeeld door 36 keer 10 tot de macht 9. En dan kom ik op, ook dit eventjes uitrekenen, op 0,13. Ja, en het is joules per kubieke meter. Dus ik heb 0,13 kubieke meter diesel nodig. 1 kuub is 1000 liter. Dus 0,13 is 130 liter. En laat me meteen eventjes het in de juiste significantie doen. Het werd niet gevraagd, maar toch. Zo, liter. En dat is weer voldoende. Er werd ook nog gevraagd van, goh, waarom zal het dit wel het minimum zijn? En waarom zal het eigenlijk meer zijn? Dat is natuurlijk omdat bij de verbranding van diesel er ook warmte vrijkomt die niet nuttig wordt besteed. Oftewel, het rendement van zo'n dieselgenerator is natuurlijk niet 100%. Een aantal punten wat je hiervoor kon krijgen. Ja, hier. Nou, je ziet hier gebruik van de formule. Ja, dat is dus puur het opschrijven van. Omrekenen van kilowattuur naar joules. Completeer van berekening en geef van concrete rekening, reden van een hoger dieselverbruik. Tot zover deze opgave.